bal had nog niet gerold bij het duel tussen Almere City FC en de Graafschap of het eerste hoogtepunt van de avond viel al te noteren. Meer dan 30 knappe jonge dames deden mee aan de Miss Almere City 2017 verkiezing. En dat leverde een hoop mooie plaatjes op. Fox-verslaggever Mark van Rijswijk, de Graafschap-trainer Henk de Jong en zelfs scheidsrechter Bas Nijhuis. Allemaal wilden ze maar wat graag deel uitmaken van de vakkundige jury. Maar het eindoordeel lag uiteindelijk in handen van onze businessclubleden. Zij verkozen de 20-jarige Veet Landman tot Miss Almere City 2017. En zij beschouwt dat als een hele eer. Ja, zeker een grote eer. Ik had het eerlijk gezegd niet verwacht, maar ik ben echt super blij mee. Ja, eerste titel is al een beetje binnen. De missen liepen met de spelers mee het veld op, maar dat was niet het enige. Er stonden meerdere onderdelen op het programma. We hebben een catwalk gelopen, we hebben een presentatie gehad en aan de hand daarvan hebben we vragen gekregen en die moesten we beantwoorden. Heb je een leuke avond gehad? Ik heb een hele leuke avond gehad, zeker. Hele leuke mensen, goede organisatie, zeker een leuke avond. Voorafgaand aan de wedstrijd heb je Lars Nieuwpoort nog even in het zonnetje gezet met zijn 100ste wedstrijd. Hoe reageerde hij? Ja, volgens mij vond hij het hartstikke leuk. Het was echt super leuk om te doen. Hele eer was dat ook. Het komende jaar ben jij aan Almere City verbonden, hè? Als Miss Almere City. Kijk je ernaar uit? Ik kijk er heel erg naar uit. Ik ben heel erg benieuwd wat er achter staat. En ja, ik heb er echt heel erg zin in. Nu ben je eerder, heb je al een keer meegedaan aan de Miss Almere verkiezing. Die heb je ook gewonnen, hè? Heb ik ook gewonnen, ja. Het was super leuk. Het is 3 jaar geleden alweer, maar het was echt ontzettend leuk. En daarom doe ik dit weer eigenlijk. Dankjewel. En nou, veel plezier komend jaar. Gedaan. Dankjewel. Dankjewel. Met zoveel knappe dames langs de lijn zou je bijna stellen dat het niet meer mis kan gaan. Maar toch verloor Almere City met 2-1 van de Graafschap. Een flinke domper, zo stelt Sergio McDonald. Volgens hem is de ploeg er dan ook alles aan gelegen om op bezoek bij Helmond Sport wel de 3 punten mee terug naar huis te nemen. Ja, tuurlijk. Kijk, als je hebt verloren de vorige week, wil je natuurlijk de volgende week natuurlijk weer er staan en gelijk winnen. En dus ik denk dat het wel bij bepaalde spelers knaagt, zeg maar. Toch waarschuwt McDonald dat Helmond Sport niet onderschat mag worden. Een makkelijk avondje zal het in Lafant Stadion de Braak immers niet worden voor Almere City FC. De speelstijl van Helmond Sport is toch een soort van stug. Dus ik denk dat het toch wel een moeilijke wedstrijd wordt. Een hele moeilijke wedstrijd. Vooral uit. Zijn we niet altijd even sterk. Dus het is ook een uitdaging voor ons om het wel goed te doen. Almere City FC bezet momenteel de 7e plaats in de Jupiler League. Een klassering die aan het einde van de rit zou betekenen dat de ploeg direct in de halve finale van de play-offs mag instromen. En dus hebben de spelers in de laatste 2 reguliere competitiewedstrijden van dit seizoen nog een duidelijk doel voor ogen. Ja, we probeerden niet te veel druk erop te zetten. We probeerden gewoon te winnen elke wedstrijd. En tuurlijk, het liefst slaan we een ronde over. Maar ik denk dat we gewoon van wedstrijd tot wedstrijd moeten kijken. Volgende week wacht nog de cruciale thuiswedstrijd tegen NAC Breda. En daarna gaan de play-offs van start. De apotheose van het seizoen zit er nu echt aan te komen. Ja, het wordt tegen NAC kan het nog een hele leuke wedstrijd worden. Want dan worden de punten verdeeld, zeg maar. Dus laten we maar eerst ons druk maken over Helmond. En dan zien we wel wat er gebeurt. Kijk je uit naar de maand mei? Ja, tuurlijk. Dat zijn de leukste maanden. Dankjewel, man. Als jij er tijdens de ontknoping van het seizoen ook bij wil zijn, bestel of verleng dan nu je seizoenkaart. Dat kan tegenwoordig ook online. En wanneer je dat doet voor maandag 8 mei, krijg je de entreekaarten voor al onze thuiswedstrijden in de aanstaande play-offs helemaal gratis. We zien je snel in het Janmarstadion. En dan sluiten we af met jubilaris Lars Nieuwpoort, die op bezoek bij VVV Venlo zijn 100ste wedstrijd voor onze club speelde. Een bijzonder moment voor hem en dus werd hij afgelopen vrijdag in het zonnetje gezet. Ja, dat was zeker een bijzonder moment. Daar werk je in die 4 jaar natuurlijk naartoe. Je probeert zoveel mogelijk te spelen. En dan is het mooi dat je de 100 kan bereiken. Nu is het zo dat jij de bloemen en het presentje niet overhandig kreeg van de algemeen directeur, maar van Miss Almere City, geluksvogel. Ja, ik hoorde het voor de wedstrijd, hoorde ik de trainers al een beetje praten erover. Ja, dat was wel grappig op zich, ja, zeker. Op 3 augustus 2013 speelde Nieuwpoort zijn allereerste wedstrijd voor Almere City FC, thuis tegen FC Volendam. Inmiddels staat de teller op 103. In de afgelopen 3,5 jaar is de verdediger uitgegroeid tot een belangrijke kracht voor de Almeerders. Dat was zeker een mooie periode inderdaad. Ik heb veel geleerd, veel wedstrijden gespeeld en ik hoop dat ik nog meer wedstrijden ga spelen.
Wat is voor jezelf het hoogtepunt van de afgelopen jaren? Ik denk toch wel dit seizoen. Ik denk dat dit het beste seizoen is van ons. En ik hoop dat we goed kunnen afsluiten in de play-offs. Dus het echte hoogtepunt moet misschien nog komen? Ik hoop het wel, ja. Ja, gaan we wel voor.